Dat is dan ook, daardoor is goud ook een vermogensbeschermingsvehikel geworden. Want daardoor is goud dan een vehikel ter bescherming tegen koopkrachtdaling. Dat betekent in plaats van te sparen op je spaarbankboek, want die is dan onderhevig aan koopkrachtdaling. Mensen die hun geld hebben gezet en zetten in goud, beschermen zich tegen koopkracht- en waardedaling. In de alle stockmarket, alles is gecrashed de laatste 10 jaar. Als ik de prijs van goud op 1 januari 2000 vergelijk, en ik vergelijk hem met alle kapitaalmarkten op aarde, is de prijs van goud vandaag 10 jaar en 6 maanden verder met 340% gestegen ten opzichte van de waarde van 1 januari 2000. En als ik alle stockmarkten op aarde vergelijk, behalve die van China, Zuid-Korea en Brazilië, is ongeveer hun waarde vandaag gelijk als die was op 1 januari 2000. En dan, last but not least, die landbouwsector, de FAO, heeft voorspellingen gedaan. Van nu tot 2019. Ja, wat zijn de voorspellingen en hoe ziet u die ontwikkeling in de foodsector? Als ik praat over goud, praat ik eigenlijk over goud-equivalent. Dan praat daarom heb ik gezegd, alle waarde wordt gehaald uit de oerwaarde. Ja. De massa van planeet Aarde, die groeit niet. Dus als ik eigenlijk over goud praat, praat ik over goud-equivalent. Dan heb ik een paar hele beroemde uitspraken. Ik praat over black gold, zwarte goud, olie. Ik praat over blauwe goud, water. En praat ik over dat groene goud, eten. Dus ik praat over geel goud, zwart goud, blauw goud en groen goud. Alles wat niet kan worden geprint onder kopieermachine. Toen, en wie je ook gelooft, Jehovah, Allah, wie je ook gelooft, toen hij planeet Aarde schiep, was er zoveel vierkante meter grond. Dat betekent, er kan voor zoveel vierkante meter kan gebruikt worden voor landbouw. Als dat sufficient was om 2 miljard mensen te voeden, als we met 7 miljard mensen zijn, zal dat niet sufficient zijn. Er ontstaat dan natuurlijke schaarste die je niet onder de kopieermachine kan creëren, waardoor er dan prijsstijging ontstaat. Oké. En gaan we afsluiten naar u beiden toe, meneer De Vries en meneer Panneflek, wat zijn uw indrukken omtrent kapitaalmarktontwikkelingen in de opkomende landen in de wereld? Hoe ziet die ontwikkeling eruit, meneer De Vries? Nou ja, ik kan op zich niet, ik ken niet alle landen macro-economisch even goed. Maar als je bijvoorbeeld kijkt, als je naar Suriname kijkt, ja? Dan vanuit een redelijke buitenstaander zie ik dat er ontwikkelingen zijn. Je ziet bijvoorbeeld investeringen in commodities, grondstoffen die plaatsvinden. Maar wat ik nog niet zie, is dat er investeringen plaatsvinden in het humaan kapitaal. In de mensen die hier wonen, zodat zij bijvoorbeeld meer dienstverlening kunnen gaan leveren. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een ander land zoals Singapore, wat zij gedaan hebben. Singapore is een eiland even groot als Curaçao, qua oppervlakte, zelfs kleiner, even groot als Curaçao. Maar er wonen nu 3 miljoen mensen. De living standard is fantastisch, want ze hebben geïnvesteerd in hun mensen. En ik denk dus dat om dat te bereiken, dat je in Suriname krijgt dat deze opkomende economie heel snel gaat opkomen en goed zal zijn voor de massa, zal je daarvoor toch de randvoorwaarden moeten scheppen. En dat betekent volgens mij, als ik kijk hoe dat in Curaçao gedaan is. Curaçao was heel erg gesloten als economie. Heel erg bureaucratisch. Je kon zelfs als landskind kon jij geen vergunning krijgen om een eigen business te starten. Als je een vestigingsvergunning wilde, als je mensen in dienst wilde nemen. Het was allemaal kommer en kwel. Op het moment dat het omgegooid werd naar een open economie, vrij van corruptie, vrij van bureaucratie, ging het opeens heel erg groeien en werd iedereen daar beter van. Ik denk dat opkomende economieën die dat model aanhangen van de open economie, bestrijding van corruptie, bestrijding van bureaucratie, kansen aan iedereen, ik denk dat dat de economieën zijn die uiteindelijk voor de mensen de beste vruchten zullen afwerpen. Heel mooi.
meneer, als ik dat ga aanvullen. Naar u toe, ja. Toevallig ken ik misschien macro-economisch toch wel iets, een paar meer landen. Als je, wat is op dit moment gaande op de wereld? Dat is, we zitten in een unieke gebeurtenis in de wereld. Ongeveer om de 75 jaar vindt ompoling van de economische macht toe plaats. De laatste twee keer dat het is, of alle keren voorheen, sorry, is het gebeurd middels gruwelijke oorlogen. Waarbij dus dan die ompoling in een korte periode is plaatsgevonden. Oorlogen, gruwelijke oorlogen, zij zullen voorlopig niet mogelijk zijn, omdat de financierders ervan ook eraan gaan, gelukkig. Dus dat betekent, het zal niet kort en krachtig geschieden, die ompoling. Maar die ompoling zal langzaam geschieden. In welke ompoling zitten wij nu? Wij zitten nu in de ompoling, is ook historisch is heel belangrijk, totdat Amerika de grootste economische wereldmacht was, waren altijd de rijkste landen op aarde bevolkingsarm. Als je in de geschiedenis toe gaat, alle rijke plekken op aarde, totdat Amerika economische wereldmacht overnam, waren een hele kleine bevolking. Amerika was het eerste land met een boven de 100 miljoen bevolking die zeg maar de triomf nam van de grote economische wereldmacht. Wat zien wij dus nu? We zien dus China is bezig samen met andere ontwikkelingslanden. Je kunt ze samenvatten met 3 miljard mensen zijn bezig de economische wereldmacht over te nemen. En nu komen we op een probleem die een mogelijkheid, maar ook een bedreiging kan zijn. Als 3 miljard mensen van zeg maar low impact lifestyle naar high impact lifestyle gaat, kan dat niet gebeuren zonder een aanval op grondstoffen. Kan niet. Omdat een low-impact lifestyle betekent, men, en een high-impact lifestyle, men wil een house, een car, een toaster, een microwave. Right. Men wil de dingen die makes life civilized. Je hoort wel, als ik praat een house, een car, een toaster, een microwave, praat ik over grondstoffen. Dus dat zie je ook, dat sinds het begin van die ompoling, 2003, de wereld van vandaag heeft een breekpunt, het jaar 2003. Tot het jaar 2003 bewoog grondstoffen niet. Nee? Nee. Vanaf 2003 zag je dat grondstoffen gigantisch zijn gaan stijgen. Oké. Houd die stijging, vlak die af. Ik heb daar slecht nieuws voor de koper van grondstof, maar goed nieuws voor de eigenaar van grondstof. Omdat die 3 miljard mensen komen to the party, als het glas half vol is. Want keep in mind, planeet Aarde toen die werd geschapen was een gesloten systeem. Je kan geen ijzererts planten. Je kan geen olie planten. Dat is not grow. Wat er in het vat zat bij het begin. Natuurlijke zaak. Ja. Dat betekent als nu 3 miljard mensen to the party komen. En ze willen hun lifestyle als Amerika en Europa opbouwen. Dan gaan ze een aanval doen op grondstoffen die er in principe niet is. Dus dat betekent, dat zal dus die ompoling versnellen. Want die 3 miljard mensen hebben geld, zij willen dat hebben. Die oude rijken zitten in de schulden. De prijzen zullen door het plafond gaan, gigantische inflatie veroorzaken. Komt weer de prijs van goud ten goede. Ja, want goud is een hedge tegen inflatie. Dus dat betekent dus dat grondstofrijke landen, als ze dus goed worden gemanaged en aan het humaan kapitaal wordt gedacht, dus bijvoorbeeld dan noem ik landen als Australië en Canada, de rijkste landen op aarde zullen spoedig Australië en Canada zijn. Waarom? A, grondstofrijk per capita, maar ook humaan kapitaal rijk per capita. Oké, grondstofrijk, maar vergeet u Suriname niet in uw rij te noemen. Nee, maar ik bedoel dus qua rijk, dus Canada en Australië. Bauxiet, aardolie en goud, daar zit Suriname toch ook goed bij. Het zit ook goed bij. Maar, ja. Maar het belangrijkste punt is niet het grondstofrijk, want wat je moet oppassen, is het bedrijfskolom wat je exporteert en wat je importeert. Klopt. Als ik bauxiet importeer een bepaalde volume, maar ik importeer lepels en potten en pannen, kan het zijn dat qua betalingsbalans ik meer betaal aan lepers en pannen dan dat ik aan bauxiet. Dus in Canada en in Australië
Het is namelijk, ze hebben het HDI-term ingevoerd. HDI staat voor Human Developing Index. Canada en Australië hebben de laatste 15 jaar in de top 4 gestaan. Dat betekent, ze zijn dus de landen op aarde met het hoogste ontwikkeling van human kapitaal. En zij zijn ook in de grondstoffen top 10, staan ze ook in de top 10. Dus dan heb je dus grondstoffen top 10, lage bevolkingsdichtheid en hoge humane kapitaalontwikkeling. Oké. Okay. Aan u beiden tenslotte de vraag, hoe kan de Surinaamse burger profiteren van die trends op die internationale kapitaalmarkt waar u het net over gehad heeft en zijn vermogen op de kapitaalmarkt het best beschermen? Slot aan u beiden. Nou, ik denk dat het eerste wat men moet doen is dat, ik ga er dan vanuit dat het vermogen al opgebouwd is. En want hoe men geld moet verdienen, ik ben maar een jurist. Hè, maar, nou maar, maar bescheiden. Dat moet iedereen toch op de voor hem of haar beste manier doen. Okay. Maar als er eenmaal een redelijk vermogen is opgebouwd, zeg 50, 100.000, 150.000 dollar of meer, dan moet de eerste stap is, zorg dat het beschermd wordt tegen al die risico's van buitenaf. En dat doe je door het bijvoorbeeld onder te brengen in een stichting particulier fonds. Als je wil weten hoe je dat moet doen als kijker, dan moet je gewoon op het internet gaan. Je kan naar mijn site gaan, hbnlaw.com, en mij een e-mail sturen. En dan breng ik je op weg hoe je dat moet doen. En voor wat betreft dat vermogen wat dan in die stichting particulier fonds zit, om dat te laten aangroeien, zijn we bij meneer Panneflek thuis. Ja. Wij kunnen ervoor zorgen dat als het vermogen liquide, want je kan het ook het vermogen hebben niet liquide, je kan het in real estate plaatsen, je kan het hebben middels aandelen in je eigen bedrijf. Op het moment dat je het vermogen liquide wil hebben, dan kun je dus bij ons terecht, waardoor wij dan samen met Eric en HBL bekijken welke middelen en welke vehikelen het beste geschikt is. En maar één ding wil ik er wel bij toevoegen, een hele hoop mensen. Eén ding wat je niet moet doen is sparen op jouw vermogensvehikel. Ik adviseer altijd mijn klanten om voor elke vermogensstructuur een ander vehikel te gebruiken. Just in case dat die ene vehikel komt te lekken, dat je niet alles besmet. Want dan kun je misschien snel, we hebben hele smart people bij HBL, kunnen we heel snel dat die besmetting afschermen. Snapt u? Ja. Heel duidelijk. Geachte kijkers, u heeft gehoord, nog, de heer De Vries en de heer Panneflek, die hebben nutshell een aantal zaken aan u voorgehouden. Wij hopen als ze weer terug zijn in Suriname en weer te mogen uitnodigen. Alvast onze dank voor uw medewerking aan dit vraaggesprek. En wij wensen jullie beiden veel succes toe in alles wat u denkt te ondernemen. Dank u, het is aangenaam. Het was een genoegen. Voor wij afsluiten, geachte kijkers, een slotopmerking naar onze kijkers toe. En dit is een positieve ontwikkeling, een verheugend nieuws. Lions Club Para, het is u allen bekend. Er zijn 9 Lions Clubs in Suriname. Maar Lions Club Para herdenkt op 15 augustus aanstaande haar 50-jarig bestaan. Lions, die hebben zich verbonden om te dienen, de gemeenschap te dienen. En in Paracoranti, dat is het kwartaalblad van Lions Club Para, lezen wij het volgende. De voorbereidingen voor dit heugelijk feit zijn in volle gang. En verder schrijven zij, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan zal er een muziektent, het is een veel grotere aangelegenheid dan een muziektent, als cadeau worden geschonken aan de Paranse gemeenschap. Die zal komen te staan, omgeving, commissariaat, onverwacht. Wij willen u op wijzen dat de komende weken, na 15 augustus, vele zaken in het district Para zullen plaatsvinden. Luistert u of kijkt u naar de berichten van Lions Club Para. En dan zult u zien de activiteiten die ze daar willen uitvoeren. Wij wensen u verder een genoeglijke kijkavond. En danken u voor uw aandacht. En zeggen graag tot de volgende uitzending van To The Point. Graag tot dan. Dank u wel.